gaf vandaag een Keddes Poepa binnen. Nou, deze nymf mag toch eigenlijk zeker niet ontbreken in je vliegendoos. Waar je ook ter wereld gaat vissen, op welke rivier of stilstandwater dan ook. Deze vlieg vangt altijd. Een Keddes Poepa is dus eigenlijk een larf van een keddesvlieg, van een grote schietmot. Deze larfjes die komen dus eigenlijk meestal rond het voorjaar uit. Maar eigenlijk het hele jaar door vind je die wel in het water. Voor dit patroon gebruiken we een Keddes Poepa haak. In dit geval de 226 PL van Timco. Mooi aan deze haak is dat hij een mooie lange bocht heeft voor het lichaampje. Dat we zo gaan maken. En dan een mooie opstaand oogje. En dan heb je een mooie kromming in het lijfje. Voordat we beginnen, pakken we even een blackbeat. Ik gebruik gewoon, je kan brass gebruiken of tungsten. Net na gewoon je het patroon wil gaan vissen. Wil je nu wat sneller stromend water gaan vissen, dan is het wel fijn om tungsten te gebruiken. Dan zakt hij wat makkelijker naar beneden. Niet op. En dan beginnen we met het opzetten van draad. Even hem af. En dan binden we een ver de haakbocht in. En dit patroon, de Keddes Poepa, is dus eigenlijk een larf van een keddesvlieg. En deze die komen meestal in het voorjaar een beetje komen die uit. Maar eigenlijk het hele jaar door vangt dit patroon wel. Omdat het gewoon een hele mooie larfimitatie is. En in de ene rivier komen ze ook wat sneller op dan op de andere. Nou, dus met deze larfimitatie zal je zeker altijd wel vis vangen. We beginnen dus het draad weer terug te brengen naar het oog. Dan hebben we een mooie body voor onze draad zo meteen. Ga ik nu eventjes een mooi koperdraadje gebruiken. In dit geval gebruik ik hem in de kleur groen. Ja, wat we zo meteen gaan doen is het koperdraad gaan we weven. Dus gebruik even een wat mooier, langer stuk. Dat je het jezelf makkelijk maakt. Centimeter of 20, 25. Dan heb je zo meteen alle ruimte om gewoon heel mooi in te kunnen weven. Vaar hem even dubbel. Zo. En dan knippen we hem door. En dan ga je aan elke zijkant even een stukje koperdraad inbinden. We gaan hem er even op en maken hem zo'n slagen eroverheen. Dan herhalen we hetzelfde aan de andere kant. Mooi aan de zijkant zit. Zo. Trek nu je draadje even naar achter. En dan binden we het koperdraad ook helemaal in. Tot allemaal waar we net geëindigd zijn met het binddraad. Dat is mooi de haakbocht in. Om echt die mooie kromming te gaan creëren. Goed bedekken met binddraad. Zorg dat de draadjes mooi aan de zijkant zitten. En omdat het een larfimitatie is, is het juist mooi om hem zo ver mogelijk die haakbocht in te binden. Dat je een beetje een natuurlijke kromming krijgt wat zo'n larf in het water heeft. Want eigenlijk vaak komen die juist in de problemen, zeker in de stromingen in het water. En dan zijn ze natuurlijk een heel makkelijk hapje voor de vis. Dus vandaar dat ze er ook zo gek op zijn. Nou, zie je, we hebben er mooi de bocht in gebonden. En dan brengen we het binddraad even terug naar het einde. Maak ik nu heel even een clip finish. Ik ga even mijn bobbin omruilen voor een andere. Namelijk met de Glowbrite Floss voor het maken van een body. Vind ik het wel makkelijk als mijn binddraad even niet in de weg zit. Pakken we nu even de vlos. In dit geval gebruik ik een Glowbrite. Echt een hele mooie felgroene kleur. Wat dus eigenlijk wel typerend is voor de Keddes Poepa.
Dan kan je deze vlieg ook zeker in heel veel andere kleurvariaties binden. Geel wordt ook veel gebruikt, of een beetje beige. Oranje doet het ook erg goed. Een klein beetje lak aanbrengen. Net even dat van het koperdraad even goed fixeren. En dan gaan we nu een mooie body opbouwen met de vlos. Omdat we best wel een dik lijfje willen hebben, gebruik ik eigenlijk mijn bobbin erbij. Best wel flink wat slagen moet maken. Dan werk ik gewoon makkelijker met een extra bobbin. Breng je hem eerst tot aan het punt waar het geëindigd zijn. Tot aan je koperdraad. En dan gaan we beginnen met het maken van de body. We beginnen dus eigenlijk een beetje slank achterin. Gewoon hem steeds wat dikker op laten lopen. Wat je van nature ook ziet bij een larf. Eigenlijk door gewoon wat slagen te maken, even naar achter. En waar die haak eigenlijk gaat buigen, dan gaan we hem steeds wat meer draad gebruiken. Lekker flink voldraaien. Mocht je deze vlieg nou gaan vissen in bijvoorbeeld een heel snel stromende rivier, kan je er ook voor kiezen om er nog wat extra lood onder te binden. In de vorm van een loodvrij looddraadje. In dit geval bind ik hem op deze manier. Dat is de manier hoe ik hem het meeste gebruik. Zo zie je dat je dit patroon heel makkelijk aan kan passen aan elke situatie. Zoals je ziet heb ik in het midden nu mooi dik. En dan gaan we hem nu weer een beetje laten aflopen naar het kraaltje toe. Je ziet hier een mooie getaperd bordetje. Die is een beetje dun, midden wordt hij wat dikker, dan loopt hij weer wat dunner af. Dan zijn we klaar met de vlos. Deze ook weer even afbinden. Nou, om deze body nou een nog wat natuurlijkere uitstraling te geven, ga ik dit koperdraad eromheen weven. En daardoor krijgen we hele mooie soort segmentjes, wat je eigenlijk van nature ook ziet in zo'n nymfschildje. Wat we nu gaan doen is hem langzaamaan weven. Dus we pakken het draadje onderlangs. De andere kant onderdoor, ga je er overheen. Herhalen we aan dezelfde aan de andere kant ook. Dus onderdoor, die ook weer eronder en trekken hem naar de andere kant. Wat je nu eigenlijk gaat zien, is dat je draad in elkaar weeft door middel van kleine boogjes. Dat is wat we willen gaan zien. Trek hem tussendoor een beetje goed aan. En dan herhalen we dit eigenlijk over het hele lichaampje. Dus ook hier weer onderdoor. Deze eronder. Dan halen we het eigenlijk van tot hier. Mocht je het in het begin nou een beetje lastig vinden nog voor de eerste keer, kan je voor jezelf ook je vice even draaien. En dat je er eigenlijk recht bovenop kijkt. In dit geval, als je gewoon deze volgorde aanhoudt, onderdoor. Oké, zo maar onderdoor.
makkelijk een beetje je vuist meedraaien. Kan je het goed zien. En dan herhalen we het nog één keer. Nou, als we nu vooraan zijn, kan je heel makkelijk even je koperdraad achter omheen doen. Zachter met het andere uiteinde. Even een paar slagen eroverheen. Zit het goed vast. Knip hem af. En hier ook. Wat je nu ziet, hebben we een heel mooi natuurlijk nimschildje gecreëerd. Ja, en dit maakt hem eigenlijk heel authentiek. Echt een redelijk natuurlijke imitatie. Het schildje nog even wat duurzamer te maken. Om hem even in UV'en. Gebruik je voor een hele mooie dunne UV. Zodat hij verder niet heel veel volume zal opbouwen. Het is meer om het body gewoon echt goed te fixeren. En ook voor te zorgen dat daardoor niet het koperdraad wegdraait. Aan de onderkant. Even je naaldje erbij. Even goed te verdelen. Dat hij net een overal mooi klein laagje heeft. Houden we hem even uit. Nou, mocht je geen UV hebben, kan je dit ook altijd doen met bindlak. Alleen heb je daar wel wat meerdere keren voor nodig. De UV is ook net wat duurzamer. En je krijgt wat sneller een echt een mooie body ermee. Zo. Nou, dan hebben we het lijfje klaar. Nou, beginnen we nou weer met het opzetten van het bindraad. En dan gaan we nu het kopje maken. Nou, wat je eigenlijk nadoet met deze imitatie, is er gewoon een larf die net uitkomt. En wat je aan zo'n barb eigenlijk ziet, dat is nog een deel van de pop, die hangt er nog aan. En dat gaan we nu in deze stap creëren. Even het koperdraad even goed bedekken met bindraad. Alle scherpe eindjes weg zijn. En dan breng je bindraad ook aan het begin van de body. En dat is eigenlijk waar die hier weer op gaat lopen. En dan gaan we even wat dubbing gebruiken. In dit geval gebruik ik een peacock dubbing. Je ziet dat die peacock dubbing een beetje mooi olijfgroen. Dat heeft ook heel mooi een klein glansje erin. Dat is toch net een mooi eyecatcher. Ook zeker voor die vis. Dan breng je dubbing gewoon lekker dun aan. Even een klein beetje op de draad. Rol hem even met je vingers goed eroverheen. Dan gaan we mooi slagen eromheen maken. Zo. We dubbelen hem niet helemaal tot aan het kopje. Dat gaan we zo meteen doen. We gaan eerst zo meteen nog een partridge hackle erin binden. Voor ik dat ga doen, maak ik even deze dubbing even een beetje los. Dan gebruik je mooi even een dubbing brushje voor. Daar zie je echt mooi die draadjes loskomen zoals we willen. Of ze nou iets te lang zijn. En laat ze vooral aan de onderkant helemaal niet of de haak uitsteken. Dus je kan, mag het wel. Zo hebben we een mooie body. Om een beetje de pootjes van dit larfje na te bootsen, gaan we een partridge hackle gebruiken. Hiervoor zo'n patrijsveertje. Dat is een hele mooie soft hackle dit. En wat veel gebruikt wordt van nymfen, omdat er hele mooie realistische pootjes van krijgt. Nou, voor dit patroon hebben we het zachte gedeelte hebben we niet nodig. Strippen we eraf. Zo. Nou, dan zie je dat ik de stamlood heb. Voordat ik hem ga inbinden,
gaan we nu zeg maar één kant gaan we oog leeg stippen. Nou, omdat we niet heel veel willen hebben, we willen dat die pootjes heel mooi verdeeld worden. Dat ze mooi ronduit gaan staan. En dat doen we eigenlijk door de fibers van één helft van de veer rustig af te strippen. Doe dit rustig, om een beetje breed. Dan zal je de rest van de veer aan de andere kant die we wel willen gebruiken, zorg dat je dan ook goed heel houdt. Dan pak je even de veer bij de punt. Dan vaar je vierbertjes naar achter toe. Want hier gaan we hem in binden. Dan heb ik een mooi puntje. Ik bloot. Ga ik even rustig onder een paar slagen. Ga ik dat inbinden. Bij de meeste patronen zouden we hem nu wegknippen. Dit patroon is dat niet nodig. Het mag wel een beetje allemaal ongelijk zijn. Zeker met zo'n nymf die net uitkomt. Is ook alles niet gelijk. Pak je nu even je ekelplaaier. Zodat we hier het stammetje mooi bloot hebben. Dan hebben we genoeg ruimte vast te zetten. Dan hebben we ook genoeg grip. Dan gaan we hem nu inhekkelen. Heel rustig. Om hem te binden. Zo. Twee slagen is genoeg. En dan rustig je binddraad eroverheen. Zo. Voordat ik het stammetje ga afknippen, maak ik eerst nog een paar slagen met mijn binddraad eroverheen. Zodat hij goed gefixeerd zit. Knip nou het stammetje weg. Zo. Dan kan je nog even met je vinger het een beetje lostrekken, goed verdelen. Wat we eigenlijk willen is dat die pootjes dichter tegen het lijfje aan komen te staan. Wat we daarvoor gaan doen is gewoon weer een beetje dubbing pakken. En ook weer pak je de dubbing gewoon even heel rustig op je draad. Dat het mooi dun verdeeld is. En dan maken we gewoon de volume met het aantal slagen. Nou, trek je even de batterijsveertjes naar voren toe. En dan gaan we er even overheen. Rustig een paar slagen eroverheen. Kijken we zo. Nou, dit is ongeveer wel een mooie taper die we willen. Dus dan gaan we weer rustig aan terug naar het oog. Zo. Nou, en dan kunnen we hem gaan afbinden. Voordat we gaan weer finishen, gaan we hem nog even aflakken. Een klein beetje lak op mijn draad, zodat hij mooi in die knoop trekt. Zo. Finish hem heel rustig af. Vanaf. Nou, het enige wat we nu nog even hoeven te doen, is hem nog weer even uitborstelen. En mooi die dubbing die we net op de kop hebben gezet, ook nog even los te maken. En daardoor zal je mooi die batterijzekeltjes ook een beetje te ruiger maken. Dat komt de nymf in dit geval alleen maar ten goede. Nu zie je ook heel mooi de draadjes eromheen zitten. Mooi die dubbing. Wat ijsveertjes. Ja. Even kijken. Iets echt wat langer uitsteekt. Ik heb er nog een beetje bij. Maar hij mag wel mooi grappig zijn. Dat is terug de charme van dit patroon. Ah, dat is hem dan. Onze variatie van de Caddis Pupa. Ik zou zeggen, heel veel plezier met het binden van dit patroon en natuurlijk het vissen ervan.